2 januari, de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hellendoorn. En bij me staat een trotse burgervader, Jorrit Eibertsen. Jazeker, en het was voor mij de eerste nieuwjaarsreceptie in de gemeente Hellendoorn. En ik moet zeggen, ik heb er echt van genoten. Als je zo'n groot aantal ziet, wat doet dat met u? Nou, daar word ik heel blij en vrolijk van. Dat zegt misschien iets zoals we als gemeente ons verbonden voelen met onze samenleving. En daar word ik heel blij van als er zoveel mensen hier zijn om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Wat is in uw carrière hier bij de gemeente Hellendoorn een van de hoogtepunten van 2022? Nou, dat is eigenlijk bijna heel 2022, want ik heb met zoveel leuke mensen mogen kennismaken. Ik heb zoveel nieuwe indrukken gehad dat ik er ook wel een beetje aan toe was om met de kerst even een paar dagen uit te rusten en bij te komen. En toen ik onder de kerstboom zat, heb ik wel bedacht, wat een geweldig mooie gemeente hebben we toch. En nu hebt u een tour gemaakt door allerlei gelederen binnen de gemeente. Wat is u vooral bijgebleven? Welk bezoek bijvoorbeeld? Nou, bijna elk bezoek. Ik ken de meeste mensen die ik vandaag ook weer de hand schudde, ken ik nog van de bezoeken die ik heb gehad. Hellendoorn is een hele sportieve gemeente. Hellendoorn is een hele bruisende gemeente. Er is elke dag, elke week iets te doen. En ik word daar zelf in ieder geval altijd heel vrolijk en blij van, want never a dull moment. Wat is voor u een ambitie voor 2023? Dat is de ambitie die ik altijd heb. Dat is de boel bij elkaar houden en ervoor zorgen dat we verder komen in de gemeente Hellendoorn. Dat we problemen aanpakken en dat onze gemeente zo mooi mogelijk maken. Ja, u zei al ambities genoeg. Jazeker. En daar hebben we elkaar ook echt bij nodig. Inwoners, gemeenten, sportverenigingen. Iedereen in Hellendoorn heeft elkaar nodig. Dat heb ik gezien het afgelopen jaar. En dat wens ik ook toe dat we dat houden ook in 2023. En ik wens alle mensen thuis die niet op de nieuwjaarsbijeenkomst konden zijn, een ongelooflijk gelukkig, gezond, maar vooral vrolijk 2023. Tot snel, tot in Hellendoorn. Van de burgemeester naar de wethouder sport en cultuur Peter Lagerventering. Dag, welkom. Wat is in de afgelopen jaar dat u dus wethouder werd, werd u gelijk met de neus in de eerste prestatie, laten we het dan maar zo noemen? De allereerste prestatie, 3 dagen geloof ik nadat ik begonnen was, was het kampioenschap van ZPC Nederlands kampioen. Echt in dat weekend, het was een doorboel. En dus gelijk ook redelijk gepresteerd, dacht ik. Die hebben zeker redelijk gepresteerd. Die hebben daar heel goed gepresteerd en die hebben in Europa heel goed gepresteerd. Ja, nu zijn wij een hele sportieve gemeente. En je bent ook een nieuwe weg ingeslaan. We mogen elkaar tutoeren. Als wethouder wil je dat graag. Welke weg zijn jullie min of meer gaan veranderen ten opzichte van voorgaande jaren? Voorgaande jaren was het eerste moment dat mensen guldig werden voor hun prestaties op cultuur- of sportgebied hier op de trap vandaag. En wij hebben gezegd, wij willen eerder naar die mensen toe die wat gepresteerd hebben. Kijk, een volwassene kan ik misschien nog uitleggen dat hij gewoon een half jaar moet wachten op een huldiging. Maar ik vind een kind van 13 of 16 of 12, die moet je direct na die tijd huldigen. Daar moet je aandacht aan besteden. Laten zien als gemeente dat je trots op ze bent. Wat is voor u op sport- en cultuurgebied voor 2023 een aandachtspunt? Voor mij is een aandachtspunt dat we de Special Olympics, die we hier ook gehad hebben, laten we dat niet vergeten, dat we dat een vervolg geven in deze stad en in deze gemeente moet ik zeggen. En ook in de andere gemeenten in Twente met elkaar. Ook aan de mensen die sporten met een kleine of grote beperking. Dat we daar ruimte voor geven, dat is 1. En het tweede is dat we met elkaar proberen het niveau van de sport omhoog te houden. Met, elke vereniging heeft het op dit moment moeilijk. Met de energiekosten, et cetera. Laten we kijken wat we daar met elkaar kunnen doen. Dat we de verenigingen daar waar mogelijk in stand houden. Op sport- en cultuurgebied, wat was voor u in 2022 een hoogtepunt? Ja, je hebt die trap vol gezien. Er zijn zoveel bijzondere momenten gezien. En ik doe een ieder onrecht als ik daar eigenlijk iemand uithaal. En toch wil ik er iemand uithalen. Volgens mij Menno Koopmans, als ik het goed zeg. Carter, de gedrevenheid waarmee deze jongeman in Europa nu al rondtoert. Maar ook de betrokkenheid van ouders die ik daar zie. Hoe zij hem daarin begeleiden. Ja, dat vind ik geweldig. En die betrokkenheid van ouders, kom ik terug bij het begin. Als ik over de Special Olympics praat, daar waren ook zoveel ouders die hun kinderen elke keer weer naar die sport toe brengen. Geweldig. Tot slot, welk sport- of cultuurevenement zou u nog graag naar de gemeente Hellendoorn willen halen? Laat ik zeggen dat wij heel voorzichtig aan het denken zijn
om de Special Olympics op wereldniveau naar Twente te halen. Dus niet naar Nederland. Dat gaat ook niet van vandaag op morgen. Maar als dat ergens een zaadje geplant kan worden de komende tijd, zal ik daaraan bijdragen. En hier naar Hellendoorn. Ja, we hebben Nederlands kampioenschap voor junioren wielrennen gehad. Misschien moeten we eens kijken of we dat voor senioren ook kunnen doen op termijn. Ja, ik heb in de wandelgangen gehoord dat we het NK Cross krijgen. Wandelen. Of rennen. Rennen. Ja, ik ren zelf af en toe. Dat is echt rennen. Daar wordt over gesproken inderdaad. Dus als dat een mogelijkheid is, dat is ook eentje. Maar dat is niet één die ik heel speciaal naar Hellendoorn wil halen. Hoe mooi het ook is als die er zou zijn. Dankjewel. Graag gedaan.